Welkom bij Alphenstad TV Sport. Het is de laatste thuiswedstrijd van ARC in de topklasse. En dus is de Alphense ploeg erop gebrand om nog één keer voor eigen publiek te winnen. De tegenstander is GVVV, de promovendus die indruk maakt. De vijfde plaats staat onder leiding van Erik Assink. ARC bijna dezelfde elf als tegen Rijnsburgse Boys toen met 4-1 werd verloren. Alleen Mike Slotje op linksachter. Nummer 5, de vervanger van de geschorste Cesar Aksoy. Opvallender is op de reservebank dat onder nummer 7 Jeffrey van den Berg op het wedstrijdformulier staat. Hij zou uiteindelijk geen plaats nemen op de bank. Is wel weer hersteld van een zware blessure, maar niet verantwoord om te spelen. De nummer 10, Maurits Splinter, voorafgaand aan de wedstrijd gehuldigd voor 100 optredens in ARC 1. En hij is een van de spelers die afscheid nemen van het thuispubliek. Hij gaat naar Noordwijk. En openingsfase van de wedstrijd. Direct gevaar, wat heet. Een strafschop voor de Alphenaren, afgedwongen door Brian van Delft. Die weer als centrumspits van begin af aan mag spelen. Ingreep van reservedoelman Niels Willemsen op de benen van Delft. En dus Christian Cabrera Ortega met zijn zevende van het seizoen. Daarmee is de Spanjaard clubtopscorer bij de Alphense Racing. Specialist in standaard situaties. Ongekende luxe voor de Alphenaren. Die meestal zelf te maken hebben met vroege achterstanden. Maar nu hebben ze vleugels. Letterlijk, Kurbekovic. Oh! Nou! Over geluk gesproken, dit was gewoon een voorzet van de Rijnsburger in Alphense dienst. Hier kun je het goed zien. Bedoeld om voor het doel te geven. Maar kijk eens hoe die in het uiterste hoekje in de kruising ploft. En dus is de voorsprong zelfs verdubbeld. En lukt het ARC dan weer eens om de smaak van een overwinning te proeven? Het is al zo lang geleden, oktober in het vorige jaar. En Aaron Balk is zich daarvan bewust. Die heeft nog een ander doel. Die wil voor het eerst dit seizoen de nul houden. Is hem nog niet gelukt. Doelman van ARC overigens op weg naar Sportlust 46. Dat is de volgende club. Omgekeerd komt Dammes Waasdorp hem vervangen. En Kurbekovic, de man die komend seizoen in het geel-blauw van FC Lisse speelt, schiet nu voorlangs. Daarbij raakt de reservekeeper van GVVV merkwaardig genoeg geblesseerd bij de duik. En dus moet de eerste doelman Johan Jansen alsnog opdraven. Triest uitvallen dus voor Willemsen. En GVVV nog altijd 2-0 achter, dus een poging uit de tweede lijn van Dennis van Meegdenburg. Maar vooralsnog lopen de zaken op rolletjes voor de ploeg van scheidend trainer Edwin Vurens. Met Van Delft. Heel veel tijd en ruimte voor Looijenstein. Doet daar te weinig mee. De jongeling die van flanken switcht met Kurbekovic. Slotje, centraal achterin spelend. Merk. En Overvliet op een voor hem onwennige positie als rechtsachter. Beloftevolle aanval. En geen onaardig schot van Cabrera Ortega. Ruststand 2-0 en dus moet er bij GVVV ingegrepen worden. Bart Hulsbos blijft in de kleedkamer achter. Ex-ARC, geboren Alphenaar. De lange centrumverdediger wijkt voor een linksback, PSU Lima. Overtreding begaan door Jeroen Merk. Op Jasper Bolland. En dat kost Jeroen Merk niet alleen geel. Hij mist ook de laatste wedstrijd van het seizoen uit tegen SVZW. Dat dan mogelijk nog strijdt tegen degradatie, afhankelijk van de resultaten op andere velden. Kurbekovic op eigen helft. Probeert zijn tegenstander te poorten, dat is niet verstandig. Balverlies tot gevolg. PSU Lima, de invaller. Voor het doel van Meegdenburg en die moet je de ruimte niet geven. Good old Dennis van Meegdenburg, 38 jaar. En toch alweer goed. Voor 16 competitiegoals. Dat had ARC graag zo'n spits gehad dit seizoen.
Aansluitingstreffer, wedstrijd is weer open. De RC kan dus niet meer achterover leunen. Kurbekovic. Makkelijke vangbal voor Jansen. Ortega en Loijenstein, dit ziet er goed uit. Maar niemand voor de goal om in te koppen. Patroon van het hele seizoen. Overvliet. RC bewaart wel het geduld aan de bal. Loijenstein. Dat scheelt nog maar bar weinig. Vooralsnog is de marge nog altijd krap. Van Eck. Uit de rug van Maarseveen komt Brouwer, maar die staat buitenspel. En dus wordt dit doelpunt geannuleerd. Er werd eigenlijk al afgefloten voordat die bal binnengeschoten werd door Simon Brouwer. GVV dringt langzaam maar zeker een klein beetje aan. Dus moet ARC op z'n hoede zijn. Splinter. In samenspraak met Jeroen Merk. Dan is er een inschattingsfoutje. Dus kan Van Delft door. Die gunt de kans aan Loijenstein. Maar die vergeet dat er een bewaker bij hem staat. Laat na om de bal in het doel te lopen. Want dat had hij natuurlijk kunnen doen. De jonge aanvaller. GVVV dan met een uitbraak. Richting Brouwer. Balk. Niet helemaal. Klem vast. En Snijders dan. Die mikt te hoog. Naron Balk is dus weer niet in staat gebleken om zijn doel schoon te houden. Al is menigeen het erover eens dat zelden aan hem lag. Misvatting van Bonken. En dus kan Van Delft vrij door naar het doel. Open goal en ook hij faalt. De jonkies presenteren zich alleraardigst, maar zijn in de afrondende fase alleszins onscherp. En Wouter Bonken moet ondertussen het veld verlaten. Had al geel, maar krijgt nu direct rood van scheidsrechter Vickert. Voor aanmerkingen op de leiding. Vond dat hij gehinderd was door Van Delft bij de vorige kans. Maar daar was weinig sprake van. Van Maarseveen. Gelegenheidslinksback, de captain. Goed gezien door Ortega, de ruimte bij Kurbekovic. Die gaat voor eigen succes. Die heeft natuurlijk de jonkies de kansen zien verspelen en is daarom nu wat zelfzuchtig. Maar ARC krijgt op de uitbraak veel gelegenheid om de wedstrijd in het slot te gooien. Kurbekovic dan wil het te mooi doen. Hij is nog bezig met de keeper terwijl de aanval doorgaat. Wordt het schot van Cabrera Ortega geblokt. ARC laat na om de wedstrijd te beslissen. Maar je zou zeggen, die overwinning is toch wel binnen. Vijfde minuut van de blessuretijd van Meegdenburg. En nee hoor. Hoe bestaat het? Voor de negende keer dit seizoen verspeelt ARC punten in blessuretijd. En het helpt nu bovendien een handje mee, want dit was een eigen goal. In de herhaling goed zichtbaar. Het hoofd van Jeroen Merk, hij zit er keurig in, kan niet anders zeggen. Maar hij is in het verkeerde doel. En dus slaagt ARC er weer niet in om te winnen. Is het symptomatisch voor het seizoen van de Alphenaren. Ze speelden absoluut niet slecht, maar moeten het doen met een punt. Tegen GVVV. We speelden prima. We gaven eigenlijk heel weinig weg. En gaan met 2-1 de rust in. En eigenlijk gewoon 2-0 zelfs. Of 2-0 zelfs, ja. En dan heb je de mogelijkheid om de derde en de vierde te maken. Nou, dat zijn we vergeten te doen. En dan zijn wij in staat om in blessuretijd een voorsprong weg te geven.